Deze nederlaag, ik heb heel veel foute dingen gezien bij ons in het team. Eerste helft, we krijgen 4 kansen waardoor we iemand 1-op-1 kunnen zetten met de keeper, zeg maar. Ja, dan kun je minimaal op 2-0 voorsprong komen en misschien zelfs wel 3-0. Waardoor je deze wedstrijd gewoon rustig uit kan spelen en de overwinning over de streep trekt. En ja, dat doen we niet, dus ja, dan moet je tegenhouden en dat heeft te lang geduurd. De goal die we maken is een prachtige goal, maar is op zich niet echt een kans. We hebben een goed schot. Alleen als je gaat kijken de eerste helft, hoeveel mogelijkheden wij onbenut laten om een goede tegenaanval te plaatsen en een goede counter. Ja, dan moet daar veel meer uitgehaald worden. Dus daar ben ik absoluut niet tevreden over. Bij tegendoelpunt, als ik het goed zag, ging jij in de fout? Ja, gleed net over mijn voeten. En ja, dat is één. Ja, dat is dan een foutje. Voetbal wordt bepaald op details, zeggen ze dan? Ja, die details die vielen dit keer hun kant op. Had ook eerst zelf onze kant op kunnen vallen en dat is helaas. Hey, alleen ja, de 2-1 is natuurlijk nog een hele ongelukkige situatie. Hè, waar eigenlijk Robin Zwartjens even mis zit. Hè, terwijl hij een prima wedstrijd heeft gespeeld samen met Ruben Hooghout. Hij is nog een A-junior, vandaag gedebuteerd als basisspeler. Hè, dus op zich het centrum stond goed. Hè, dus die kan ik daar niet zoveel verwijten. Ja, Maarten Pijnenburg is natuurlijk ook een hele sterke speler voor ons. Maar Ruben heeft hem zijn plek prima ingevuld en een hele goede wedstrijd gespeeld. Dus nee, daar ligt het zeker niet aan, denk ik. Ja, dus verder is heel simpel. We gaan over 2 weken weer verder met Jong PSV uit. Ja, en we werken aan het team en we werken aan het ontwikkelen van de spelers. Ja, dus dat hele proces loopt gewoon door. Dus zo gaan we verder.